kont, hè? Dit is echt mooi. Ja. Ja. Hallo, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe vlogmas. Het is vandaag vrijdag en we beginnen de dag met een... Echt al, een hele spannende. Ja. Hele spannende. Hele spannende. We gaan even een broodje eten en dan gaan we naar het ziekenhuis. En dan gaan we horen of het babytje wel of niet groot genoeg is. Maar ik heb net op de weegschaal gestaan. Die snij is in ieder geval wel groot genoeg. Ik ben tijdens de kerstdagen 3,7 kilo aangekomen. Dus ik hoop dat het goed, dat daar een gedeelte van naar het baby is gegaan. Tuurlijk, alle vertrouwen in schat, komt helemaal goed. De bakkerij Bart is weer geopend. Kom er maar even bij. Het zijn twee broodjes, we zijn met z'n drieën, Bart. Ja, helaas wel niet meer, slechte tijden. Oh, kerst is voorbij. Ja, het enige wat we nog hebben is douchegel. Nou, recht in bad. Zie je? Oh ja, wow. Leuk. Kijk, kijkt een beetje semi-nonchalant. Oh, mooi. Wow. Kijk. Ja. Hij zegt gewoon, hij ligt zout op je mondhoek helemaal naar beneden. Ja, hij is nog net niet heel boos, echt. Hè? Wow, kijk dat. Wat een mooi beeld. Hij trakteert jullie wel op in je hoofd. Toch even kijken. We leggen de gat uit zijn hoofd weg, shoppen. Ja, dit is een piemeltje. Zo, nou, alles is weer helemaal goed. Hij zit mooi in het midden. Nou ja, niet helemaal in het midden, maar aan de onderkant van het gemiddelde. Ja, dus, hij zit ook met zijn hoofdje. Laag. Oh ja, dat ook ja. Wat kan je toch super super opgelucht zijn na zoiets. Ondanks dat ik me niet eens zo heel erg veel zorgen maakte. Want het voelt gewoon allemaal heel erg goed. Maar toch, als je dan hoort dat het goed is en je ziet het weer even allemaal. Dan ben je zo blij. Oh, Yola die staat klussen op zolder. Nee, nu niet meer. Oh, nu niet meer. Ik heb pauze. Oh, je lijkt Bart wel. Nee, ik neem geen pauze. Ik stop ermee. Oh, je stopt er helemaal mee. Je hebt het gehad met de zolder verbouwen. Zondag weer verder. Zondag? Nu lijk je helemaal op Bart. Zo ja. So guys, ik ga eventjes vroeg eten maken. Want wij gaan al vroeg de deur uit. En Bart is eventjes nog wat spullen aan het wegbrengen en opruimen. En ik maak even iets simpels. Ik ga voor deze. Die hadden we nog. Tortellinis met tomaat en kaas. En natuurlijk nog wat dingetjes erbij maken. Mama, weten de kijkers het al? Ja. Nee! Ik wil het weten. Nou, ik wil het weer weten. Het is zo spannend. Ik weet echt niet. Misschien Biscoop, Wonder. Ik raad het nooit. Oké, Biscoop, Ikea, Nemo. Nee, ik denk gewoon Biscoop. Of... Nee, ik heb echt geen idee. Dus ik hou er maar mee op. Het is klaar. Yola die heeft nog een cadeautje voor mij. Ik geef het. Oh. Oh, je zei al, het is een heel groot cadeau. Je weet al wat ik het allerleukst vind om te krijgen. Nou, is dat het? Ja, dit is het. Maar wel met tomaatjes en kaas en pesto. Oké, okay. Bart gaat even de Christmas mode aanzetten. Ready? Oké, helemaal stil. Ja. Ho, ho, ho. Het regen en het sneeuw. You know you're the man of mine. Run, run, Rudolph. Run up, ain't you far behind. Yola, die stopt maar niet met vragen. Prenatal. Prenatal? Prenatal is hier in de buurt, ja. Ik zeg niks. Een meisje. Dat is gek, allemaal meisjes. Hier waarschijnlijk. Ja. Moet ik gaan turnen? Nee. Nee? Waar gaan we naar kijken, denk je? Turnen? Ja? Met de allerbeste zusters en de allerberoemdste. Sanne Wevers. Ja? Vet? En Nikke Wevers. Weet ik niet. Jij hebt er meer verstand van dan ik weet het niet.
Oké. Oké. Jola doet het zonder. Zonder mat. Oh, ja, wat je ervan vond, wat je ervan vond, ja. Ja, dat is de vraag. Oké, ik ga het maar even uitbarsten. 3, 2, 1. Ella! Nou, het was een hele erg geslaagde dag. Met een goede echo en een superleuke show. Dus ik ben very, very happy. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Tot morgen in een nieuw vlogmes. Doei! Doeg, het lampje brengt jullie weer thuis. Yay!